Welkom bij de tweede aflevering alweer van de Healthy Habits podcast voor Coco from Ghana. En wij praten dit keer met Maura Visser, die in Bietigheim zit. Hallo Maura. Hallo, goedemorgen. Zit je trouwens in Bietigheim? Nee, ik zit op dit moment in Den Haag. Ook welkom vanuit Den Haag. Maura, kun je even kort zelf voorstellen? Ja, ik ben Maura Visser. Ik ben van beroep handbalster. En ik speel op dit moment bij Bietigheim in Duitsland. En ja, ik speel ook weer sinds kort weer in het Nederlands team. En in Healthy Habits hebben we het natuurlijk over de gezonde gewoontes van spelers in het Oranje Dameshandbalteam. Maar nu hoor ik dat je geblesseerd bent geraakt. Hoe is dat gebeurd? Ja, ik heb kraakbeenschade in mijn linkerknie en daar heb ik de laatste maanden problemen mee gehad. Ja, hoe is dat gebeurd? Ik kan niet echt één actie opnoemen dat gebeurd is. Zoiets gaat meestal, ja, dat sluipt erin, dat is overbelast. Werd elke keer dik. Dus dat moet ik nu proberen zo te krijgen dat het volgend seizoen niet meer elke keer opspeelt. Ja, en ligt het dan aan bepaalde handelingen die je doet of niet doet? Of... Handbal is gewoon heel erg belastend voor vooral je knieën. Omdat in mijn speelstijl is ook veel van richting veranderen, schijnbewegingen. Mm-hmm. En dat is gewoon funest voor je knieën. Oké, en heb je daar al een idee van hoe je dat strakjes aan gaat pakken om dat minder te hebben? Nou, het is nu op dit moment belangrijk om echt rust te houden. En daarna is het belangrijk om op de juiste manier weer op te bouwen richting het seizoen. Nou, het is extra pijnlijk om net nu geblesseerd te zijn, omdat er afgelopen tijd 10 weken waren. Dus dat is balen. En dat waren volgens mij 2 weken aan trainen en wedstrijden die je hebt moeten missen. Ja, dat waren vooral trainingen in Lanzarote inderdaad. En heb je dan wel contact met de andere spelers die daar zijn? Of nog goede roddels die je kunt delen? Nee, ik heb op dit moment geen contact gehad. Ik ben nu lekker in Den Haag. Ik ben lekker met mijn familie en vrienden. En het seizoen is heel lang geweest. Dus het is belangrijk om nu ook gewoon rust te nemen. En even niet aan handbal te denken. Nee, zeker niet. Het is ook, volgens mij net de vakantieperiode. Ik zag al dat je, of je vertelde al eerder in de mailwisseling dat je op een bootje was geweest. Dat zien de luisteraars ook op het plaatje dat bij deze podcast staat. En daar had je een giant turtle ontmoet. Ja, ik was op Zakynthos in Griekenland en er was inderdaad zo'n schildpaddeneiland. Oh, wat gaaf. Ja, er waren mensen die waren er al een aantal jaar geweest en hadden nog nooit een schildpad gezien. En wij kwamen toevallig bij de eerste keer dat we er waren. Maar we waren wel een hele grote, dus dat was wel heel erg gaaf inderdaad. En was dat niet, die vakantie, was dat niet te belastend of ging dat eigenlijk best wel goed? Nou ja, we hebben met bootje inderdaad gedaan, maar dan hoef je niet veel te doen. En verder rest heb ik veel gezwommen en dat is allemaal wel goed voor mijn knieën op een andere manier belasten. Ja. Nou weet ik dat jij vroeger een blog had samen met Angela Malenstein. Die blog heette Eat That Body en die ging volgens mij ook over eten. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat was een beetje meer spontaan dat we dat begonnen, want... We hadden allebei inderdaad wel interesse in gezonde recepten en zo. En toen zijn we dat eens een keer gaan opschrijven en op internet gaan zetten. En ja, dat vonden wij toen wel leuk. Alleen op een gegeven moment is dat een beetje verwaterd. Omdat we toen vakantie hadden. En daarna zijn we meer bezig geweest met het trainen met handbal en zo. En dat is dat een beetje verwaterd. Maar wie weet pakken we dat nog een keer op. Dat weten we niet. Vonden dat op dat moment in ieder geval heel erg leuk om te doen. En hoe kwam je dan aan die recepten? En werkte je ze ook helemaal uit? Ging je ze zelf koken en laten zien met foto's? We gingen ze zelf koken inderdaad. En dan maakten we daarna foto's. En dan zetten we erbij hoe we het gemaakt hadden en zo. En hoe kwam je aan die recepten? Een beetje zelf uitproberen op Pinterest. Kijken. Volgens mij staat het nog steeds op Facebook. Eat That Body en op Instagram. Dus daar kunnen mensen dat nog opzoeken als ze dat willen. Hoeveel recepten had je daar eigenlijk in totaal? Ik denk dat we op geen idee 50 of zo zaten. 50? Oh, dan heb je dat echt wel lang volgehouden. 1 seizoen of zo hebben we. Nou, niet een heel seizoen. Ja, we deden daar wel meerdere keren per week iets van maken. En iets op internet zetten inderdaad. En deed je dat echt altijd samen met Angela? Of wisselde je af dat ene keer jij de andere keer zij?
Nee, we deden het eigenlijk wel. Ja, we deden het veel samen. We probeerden dan ook hoe het smaakte. Want het moest natuurlijk wel goed smaken ook. Maar ja, we deden dat in die tijd gewoon wel samen. En op een gegeven moment ga je natuurlijk ook afwisselen van dan kook zij, dan kook ik. En dat seizoen hebben we in ieder geval veel, veel samen gegeten, 's avonds na de training. Nou ben ik wel heel benieuwd wat je favoriete was uit die al die recepten. Ja, we hadden toen zo'n regenboogpizza gemaakt met allemaal verschillende kleuren van groenten en zo. En dat was uiteindelijk ook heel erg lekker. En het zag er leuk uit. Dus dat is wel. Ja, dat is echt. Was het je gelukt om elke kleur uit de regenboog te nemen? Ik vraag me af wat je voor blauw had gedaan. Bosbessen? Nee, ik weet niet meer welke kleur ik daarvoor gebruikt heb, maar. Paarse spruitjes kan bijvoorbeeld. Ja, of rode ui hadden we gebruikt, geloof ik, daarvoor. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Wanneer verwacht je weer helemaal fit te zijn? Of wat is de eerste wedstrijd dat we jou weer in actie gaan zien? Ik hoop aan het begin van het seizoen, begin september, weer fit te zijn. Maar ja, of dat gaat lukken, dat moeten we afwachten. Ik hoop het wel. Oké, nou ja, en als je tot die tijd nog wat leuke dingen zoekt om te doen, dan kun je weer wat recepten online zetten. Ja, wie weet. Even kijken na de vakantie hoe het ervoor staat. Oké, nou goed, dankjewel voor dit gesprek, Maura. Dankjewel dat je ons jouw healthy habits hebt laten weten. En dan aan iedereen wens ik een hele fijne dag en vooral ook een hele gezonde week toe. Wens ik ook. Dankjewel. Oké, houdoe. Doeg.